Goedemorgen Ruud. Goedemorgen. Goedemorgen. Burnout Team, Spanjaardstraat. Ik had nog nooit van je bedrijf gehoord, maar je hebt een bedrijf en dat zit niet alleen in Middelburg. Nee, het hoofdkantoor is in Middelburg. En we hebben inmiddels op 15 plaatsen in Nederland zitten we en één locatie in België. Ja, dus dat is, weet je, dat is een stuk groter dan ik besefte, of dat ik überhaupt wist. Maar Burnout Team, wat kan je even heel kort uitleggen wat jullie doen? Want jij bent de oprichter ervan? Ja, ik ben oprichter, nu inmiddels 5 jaar geleden. En we hebben een methode ontwikkeld om mensen preventief te zorgen dat ze niet in een burn-out terechtkomen. Dus zorgen dat ze van de chronische stress afkomen. En als ze eenmaal in een burn-out zitten, zorgen dat ze er weer zo snel mogelijk uitkomen. Ja, nou, dat is heel kort samengevat. Maar ja. Dan ben ik natuurlijk meteen benieuwd van hoe pak je dat aan. Want je zit in Middelburg, echt in de binnenstad. Voor wat voor soort mensen werk jij? Is het voor bedrijven, is het voor particulieren, van alles en nog wat? Ja, eigenlijk zijn we landelijk werken voor iedereen. Iedereen die last heeft van te veel chronische stress. Ik heb mezelf gespecialiseerd in burn-out begeleiding en voorkomen bij ondernemers. Oké. Maar als zo iemand nou bij jou komt, hoe gaat het dan? Kan je jou dan opbellen en van mag ik eens langskomen? Of, Ja, nou zo simpel is het. De meeste mensen komen via de website bij ons binnen. Die gaan eerst een beetje te kijken van wat doen we, wie zijn we. En dan nemen ze contact op en dan hebben we een intakegesprek. Nou, we hebben een methode ontwikkeld, die is de bergop-methode. Nee, dus wij zijn van mening dat je eerst fysiek moet herstellen voordat je mentaal kan... Oh, is dat zo, ja? Ja, dat is ook echt zo, dat is ook bewezen. Oh, ik dacht dat heel vaak dat andersom was, dat vind ik wel interessant. Ja, nou dat is dus hoe het in de reguliere geneeskunde en jarenlang dat het zo gebeurt. Wij hebben aangetoond dat het eigenlijk het fysieke veel belangrijker is. Je moet eerst zorgen dat je fysiek herstelt, pas dan kan je mentaal herstellen. En waarom we dat ontdekt hebben? We hebben 5 jaar geleden, toen ik hiermee startte, toen begeleidde ik een ondernemer. En hij zei tegen me, het duurt allemaal zo lang. Die zat al een jaar of anderhalf jaar in een burn-out. Of met klachten, burn-out klachten. Want niet alles is een burn-out. Het wordt wel, burn-out is een containerbegrip geworden. Het is makkelijk, mensen zeggen een burn-out, want dan weet je wat er aan de hand is. Alleen niet alles is een burn-out. Niet iedereen heeft een burn-out. Dus wij beginnen ook met testen. Nee, dus dan kijken van oké, waar staat iemand nu op de stressladder en aan de hand daarvan maken we een herstelplan en dan beginnen we. Kijk, burn-out, als je echt een burn-out hebt, dan zijn je bijnieren uitgeput. Ja. Want je bijnieren maken cortisol aan, cortisol zorgt ervoor dat je in beweging komt. Te veel cortisol is ook weer niet goed, maar als je niet in beweging komt, als je bed niet uitkomt, dus als je cortisol niet aangemaakt wordt, dan zijn je bijnieren uitgeput. En dat kunnen we testen. Als je bij jou in het traject gaat, hoe lang duurt dat dan? Of is dat ook nog verschillend? Ja, dat is maar net waar iemand staat. Ja, en, precies. Kijk, de meeste mensen die ik begeleid, die zitten nog niet in een burn-out. Dus die zitten echt er tegenaan. Ja. Alleen waar zit iemand? Hè? Zit iemand op 80% of 95%? Dat weet je niet. Nee. Hè, dus hoe sneller je mee eraan de slag gaat als mensen zeg maar heel veel klachten hebben. En dat is een beetje het probleem ook bij bijvoorbeeld ondernemers die ik begeleid. Heel veel mensen hebben trots en schaamte. Ja. Dus die denken, weet je wat, even een weekendje rustig aan doen. Iedereen is wel eens moe. Waarom zou ik klagen? Ja. Laat ik nog maar even doorgaan. Juist op het moment, als je op het juiste moment erbij bent, ja, dan ben je het snelst hersteld. We zitten op de hoek van de Spanjaardstraat en de Molstraat. Ja, klopt. Klopt, hè. En dat is ooit een winkel geweest. Ik herinner me nog een oude foto van een VG die hier zat. Ja. Maar het is vrij bijzonder, maar je hebt eigenlijk 2 ingangen. Dus ja. In beide straten. Maar het adres is Spanjaardstraat, toch? Ja, Spanjaardstraat is het. De perceel staat op de Spanjaardstraat. En de winkels, het is een bakkerij geweest, een slagerij, een boekbinderij, van alles. En daar was de commerciële ingang, de detailhandelsingang, die zat aan de Molstraat. Dus die ingang is er nog steeds. En je zei, dit is ook wel een vergaderlocatie. En dan heb je 1 bijzonder stukje. En dat is de achterkant van jou. Daar heb je een heel mooi dakterras. En weet, ik ben dol op... daken, kelders, uitzichten, dat soort dingen. Dus misschien dat we daar eerst even kunnen kijken voordat we dan buiten een stukje gaan wandelen. Is dat goed? Super, ja. Ik ben inderdaad ook dol op uitzicht, op vergezichten. Maar ik ben ook dol op buiten zijn. Ja. Hey, dus vandaar dat onze vergaderlocatie is. Ja. We zien daar eerst al het torentje. Ja, de oude bibliotheek. Ja. Van Middelburg. Dat is een interessant pand, hè? Ja. Maar je hebt hier ook een prachtig uitzicht, hè? Dan zien we heel de abdij. Ja, Lange Jan abdij. En Malebedje ertussen, van het huis. Ja, dat is weer een andere hoek, hè? Dat bolwerk is gewoon een heel mooi stukje van Middelburg. Ja, en wat ik dan ook interessant vind, want je bent geen Middelburger, inmiddels wel, maar je komt hier niet oorspronkelijk vandaan. Je woont hier nog maar 4 jaar, toch? Nou, al 4 jaar. Al 4 jaar, ja. Zo kan je het ook zeggen. Ja, daarvoor woon ik in Vlissingen en Oost-Soeburg.
En uiteindelijk vanuit Rotterdam, mijn geboorteplaats, daar heb ik 13 jaar gewoond en toen naar Zeeland gekomen. Ja, en maar dan ben ik altijd benieuwd van hoe ervaar je deze stad? Want het is natuurlijk, vergeleken met Rotterdam, is dit echt maar een dorpje, een kleine stad. Is dat, ervaar je dat ook zo? Of, Nee, ik ervaar het echt als een leuke stad. Echt, hier zeggen de mensen elkaar nog gedag. En in Rotterdam zijn natuurlijk in principe allemaal wijken. Ja. De stad is groot, maar het zijn allemaal wijken. Welke wijk woonde jij? In Zuid, met Zuidplein. Ja, als we het daar dan over hebben, Zuid. Zuid is Feyenoord, hè? Ja, absoluut. Maar jij bent ook echt een Feyenoord supporter, toch? Echt een Feyenoord, ja. Knap derde, hè? Dus er is nog hoop. De tweede plaats is in zicht. Ja, precies. Ja. En de beker, finale. Ja, de beker kan ook nog. Met hak over de sleutel. Dat kan allemaal goed komen. Leuk. Ja. Hey, maar leuk dat je Middelburg goed ervaart. Leuk om ook even kennis te maken. Ja. En, wederzijds. We zien elkaar wel weer in de stad. Ongetwijfeld. Oké, dankjewel.